Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken daar? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Ergon. Ik ben Rona Pas, assistent huismeester hier op Glorieu. En ik doe allerhande werkzaamheden, van een lampje verwisselen tot remmen van een rollator maken tot noem maar op. Ik ben hier terechtgekomen gedetacheerd via de Ergon, omdat ik een lichamelijke beperking heb. En ik heb in de beginjaren altijd bij de Ergon binnengewerkt op op een bedrijfshal gewoon, productiewerk. Daarna heeft de Ergon mij de mogelijkheid geboden om wat cursussen en zo te gaan doen. En sinds een jaar of 6, 7 zit ik hier bij Glorieu. Hi Ronald. Hi. Ik heb hier een bon van een storing van een rollator, die remmen die doen het niet goed. Mm-hmm. Eerste kamer hier links, of je deze wil repareren. Ja, okay. Komt goed. Nou, prima. Ga er meteen, hè. Heel fijn, dankjewel. Oké, dankjewel. Glorieu is het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid. En de bedoeling was destijds dat op het moment dat ze een leeftijd zouden bereiken, dat ze hier oud konden worden en als een soort rusthuis. Daar is het voor bedoeld. En sinds 2010 stellen we onze deuren ook open voor niet-religieuzen. En die hebben ook de mogelijkheid om hier te komen wonen en verzorgd te worden. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, broeder Arie. Problemen met de rollator? Ja, met de remmerij staat wat, dat weet ik ook niet. Ik ben technisch, ben ik. Dan ben je bij een zuster, dan ben je weer bij een broeder bezig. En dat maakt het natuurlijk al plezier, gewoon, dat je wat afwisseling hebt aan gesprekstof. Maar ook de dankbaarheid, hè? Al doe je maar een lampje verwisselen of zo, hoor je daags naar de rand nog van: God, wat fijn dat je het lampje hebt gewisseld. We bieden hier een veilige omgeving en dat is voor deze categorie mensen heel erg belangrijk. En daarnaast bieden we heel veel structuur, omdat we de dagorde van de zusters volgen. En structuur is ook heel erg belangrijk. En op het moment dat dus een medewerker van Ergon om welke reden dan ook een terugval zou hebben, dan kunnen we altijd de consulent die gebonden is aan deze medewerker inschakelen of de jobcoach. En dat geeft een stukje veiligheid. Nou, we hebben onder andere Ronald en Joris in dienst. Ronald die werkt voor de technische dienst. Die is huismeester, assistent. Joris die werkt in de tuin. Dus die zorgt dat er gewoon alles picobello en piekfijn uitziet hier. Ja, het lukt. De voortuin schoonmaken, hè, zuiver houden. Ja. Ik heb een kleine beperking, een psychische beperking. En vandaar dat ik bij de Ergon werk. Ja. Of gedetacheerd vanuit de Ergon. Ik krijg de kans om het werk heel goed te doen. Het is heel mooi, heel leuk. En ik krijg de tijd ervoor. Dus ik zou niet weg willen en ik wil hier blijven tot mijn pensioen wat mij betreft. Dus. Nou, binnen onze missie en visie zijn we overtuigd dat ieder mens talenten heeft. En wij vinden het heel erg belangrijk dat we ons vooral richten op wat mensen heel goed kunnen. En dat hebben we in Ergon als een goede samenwerkingspartner gevonden. Dat zij ook gericht zijn op de talenten van hun medewerkers. En dat is een goede toevoeging hier voor ons bedrijf. Ja, hij is wel goed, broeder. Ik zal even de bon pakken, als u de bon dan even kunt ondertekenen, dan... Ze vroegen ze van Ergon, dan werd er al mee afstand genomen. Oh, hij is van de Ergon, dan zal hij wel... ik praat er gewoon tegen iedereen over, van ik zit via de Ergon bij Glorieu. En ik maak mij eruit dat ik bij de Ergon, ik heb werk, dan mag ik al blij mee zijn.